Moslimbroeders en zusters, landgenoten. In vele opzichten verschilt de beleving van deze Ramadan met al de Ramadans van de jaren daarvoor. Door de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus hebben alle overheden in de wereld, de Surinaamse niet uitgezonderd, maatregelen moeten nemen die de besmetting en verspreiding van het virus moeten voorkomen. Een van de maatregelen die de Surinaamse overheid heeft genomen en vandaag ook nog geldt, betreft de afstand van 1,5 tot 2 meter die in acht genomen moet worden. Voor het vasten op zich heeft die maatregelen geen gevolgen. Het vasten zelf is een individuele aangelegenheid. Daarentegen dragen andere aspecten van de Ramadan een sociaal karakter. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de iftar, het verbreken van het vasten, de tarawee, gebeden die gewoonlijk gezamenlijk in de moskee worden uitgevoerd, en de sadaka, liefdadigheid. Dat de sociale aspecten van de Ramadan helemaal niet of restrictief ten uitvoer konden worden gebracht, heeft de gelovige zeker niet ervan weerhouden om zijn of haar godsdienstige plicht naar eer en geweten te volbrengen. Immers, in hoofdstuk 2, vers 183 van de Heilige Koran lezen wij: jullie die geloven, aan jullie is voorgeschreven te vasten, zoals het was voorgeschreven aan hen die er voor jullie waren. Vasten is het pad dat moslims leidt naar introspectie en spirituele verrijking. Materiële zaken worden dan minder belangrijk. De Heilige Koran werd in de maand Ramadan geopenbaard. In de leer staan verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor een ieder centraal. De specifieke maatregelen die de overheid heeft genomen en waaraan ook de islamitische gemeenschap zich goed aan heeft gehouden, werden genomen met het oog op het behoud van de gezondheid en het leven van de burgers. Dat is ook een van de belangrijkste doelen van de islam dat voorrang geeft op elke andere overweging. Het zou goed zijn om in de gebeden speciale aandacht te geven aan de gezondheidswerkers, hulpverleners en andere essentiële medewerkers die in de frontlinie staan van de strijd om onze gemeenschap te beschermen. In de ogen van God zijn het redden van mensenlevens en het goede doen voor de mensheid de meest nobele inspanningen. De Heilige Koran vergelijkt een leven redden met het redden van de hele mensheid. De beste mensen zijn degenen die andere mensen ten goede komen, is een van de gevleugelde uitspraken van de profeet Mohammed. De overheid wenst het voorbeeldig gedrag van de moslimgemeenschap, die zich goed heeft gehouden aan de voorgeschreven COVID-19 maatregelen, dan ook te benadrukken. De lessen die de Ramadan ons leert zijn onder andere rechtvaardigheid, saamhorigheid, verantwoordelijkheid, broederschap, naaste liefde, medeleven, solidariteit, gelijkheid. Lessen die wij kunnen toepassen op het verzachten van de soms wat hard overkomende maatregelen om de uitbraak van COVID-19 in te dammen. Het zijn ook lessen en deugden waarvan de toepassing ervan niet zullen misstaan bij het verkiezings- en bestuurlijk proces. Het einde van de Ramadan gaat dit jaar vergezeld van de verkiezingen. Aan de stemgerechtigden wil ik meegeven hun stem niet verloren te laten gaan, maar er gebruik van te maken. Tot slot spreek ik de wens uit dat de lessen van de Ramadan nog heel lang zullen blijven nagalmen ten gunste van het welbevinden van en voorspoed voor het Surinaams volk. Namens de regering van Suriname wens ik u een gemoedelijke Eid al-Fitr toe. Ya Nabi Salam.